in het zuiden van de provincie Limburg, wat een voormalige oude mijnwerkersstad. Door intensieve werkzaamheden in een moderne, nieuwe stad getransformeerd. Op een oppervlakte van 22 vierkante kilometer leven en wonen circa 45.000 mensen. De vele nieuwe en verboden winkels en horecagelegenheden zorgen voor een groter aanbod voor alle bezoekers. De vele verbouwingen hebben geen schade veroorzaakt aan de voormalige, oude, vriendelijke en gemoedelijke sfeer van Kerkrade. Een groot aandeel aan een gezellig verblijf in Kerkrade heeft ook de gastronomie, met een groot culinair aanbod, buiten als ook binnen. Op cultureel gebied weet iedereen in Kerkrade en omgeving waar ze heen moeten gaan. Onderdeel van het nieuwe cultureel centrum Hub is het geheel vernieuwde theater met 633 zitplaatsen. Achter het nieuwe kenmerk van Kerkrade, Vive la Vida, Vier het Leven, staat de Rodehal met 4.500 zitplaatsen voor grote evenementen. Ook de muziekschool en de bibliotheek, onderdeel van cultureel centrum Hub, zijn volledig vernieuwd en stralen een bijzondere sfeer uit. Vlak bij het centrum van Kerkrade staat voor alle rustzoekende bezoekers het prachtig vernieuwde stadspark ter beschikking. Circa 200 meter verwijderd van het stadspark is het prachtige kasteelpark, behorende bij het kasteel Erenstein uit de 17e eeuw. Naast het kasteel is een prachtig beschermd natuurgebied met het enige stuwmeer van Nederland, de Kranenweier in de Amstelvallei. Vlak bij het centrum van Kerkrade staat de bijzonder mooie abdij Rolduc uit de 12e eeuw. Het grootste abdijcomplex in de Benelux. In 1104 ontstond hier het eerste gebouw voor dit indrukwekkende kloostercomplex, met een prachtige kloosterkerk en een zeer mooie crypta.
Het hele kloostercomplex is door een parkachtig natuurgebied omgeven. Dicht bij het centrum gelegen staan het Cube Design Museum, het Columbus Earth Center en het Continuum Discovery Center. Een interactief ontdekkingsmuseum waar bezoekers handen en ogen tekort komen voor alle leuke doe-mogelijkheden. Ga op reis in een van de mooiste dierentuinen in de Benelux en ontmoet bijzondere dieren in een unieke omgeving. Een bezoek aan Gaia Zoo is een wereldreis in één dag. Het Marktplein was altijd het middelpunt van de stad. Weekmarkt, kermis of kerstmarkt. Bij sport, spel of muziekevenementen. Carnaval. Of bij een van de vele andere evenementen die hier worden gehouden. In Kerkrade is altijd iets te beleven. Het hele jaar door, het ene evenement volgt het andere op. Een enorm aanbod van evenementen en activiteiten voor elk wat wils. En dan is er nog Roda JC, de voetbalclub uit Kerkrade. Met een lange traditie die nationaal en internationaal grote prestaties heeft geleverd. Vooral de jeugd, maar ook iedereen die in zijn vrije tijd van bewegen, avontuur en ontspanning houdt, voelt zich in dit nieuwe complex Leisure Dome Kerkrade op zijn gemak. Het topevenement dat alle vier jaar in Kerkrade plaatsvindt, is het WMC, Wereldmuziekconcours. De mars- en showwedstrijden in het Parkstad Limburgstadion. En de concertwedstrijden in de Rodehal en in het theater. Meer dan 20.000 muzikanten uit alle delen van de wereld en circa 650.000 bezoekers komen dan naar het WMC in Kerkrade, het grootste en belangrijkste muziekconcours wereldwijd. Ook genoemd het Wimbledon voor amateurmuzici. 26 dagen lang is de wereld te gast in Kerkrade. Kerkrade bruist. Samen met de bevolking en de muzikanten uit alle werelddelen worden in de wijken van Kerkrade ware en spontane verbroederingsfeesten met elkaar gevierd. Iedereen voelt zich bij het WMC betrokken
Zowel binnen als buiten heerst er een volksfeeststemming. Dames en heren, hartelijk welkom in Kerkrade. Fijn dat u hier naartoe komt. Kerkrade houdt van mensen, Kerkrade houdt van muziek en vooral Kerkrade houdt van het leven. En als symboliek hebben wij een beeld laten maken door Ripollès, een zeer geavanceerde en goede kunstenaar uit Spanje. En dat beeld dat heet Viva la Vida. Vier het leven, dat is geen wat we hier in Kerkrade doen. Het staat ook symbool voor de succesvolle transitie van de stad. Het heeft kleur, het heeft elan, het heeft de toekomst. En ik denk dat we dat met z'n allen de laatste decennia hebben bereikt. U komt in een stad die van ver komt, een rijke stad vanuit het verleden. En hebben heel veel welvaart gehad. Als ergens Europa bestaat, dan bestaat dat hier. Geniet van onze stad. U zult er geen spijt van krijgen.